Er zijn twee aspecten van het leven die samengaan om een goede gezondheid te hebben. Eten en lichaamsbeweging. Het ene kan niet zonder het andere gaan. Lichaamsbeweging heeft voeding nodig om energie te hebben. Voeding heeft lichaamsbeweging nodig om niet te lijden aan obesitas of overgewicht. Interessant is dat wanneer we nadenken over onze geestelijke gezondheid, deze twee aspecten ook samen moeten gaan. Niemand groeit in het christelijk leven alleen door zichzelf te voeden. Dat wil zeggen, luisteren naar preken en de Bijbel lezen. Oefening is de sleutel. Het is noodzakelijk om de zitbanken te verlaten en met anderen te delen wat je hebt geleerd. Het is echter even gevaarlijk om je alleen zorgen te maken over het gaan, zonder kwaliteit tijd apart te zetten om je te voeden met de krachtbron. Een voorbeeld hiervan is te zien in Markus hoofdstuk 8. In dit hoofdstuk vinden we de vermenigvuldiging van broden en vissen. Let op de drie hoofdpersonen die bij het wonder betrokken zijn. In vers 6 lezen we, en hij gaf aan de scharen bevel op de grond te gaan zitten, en hij nam de 7 broden en dankte, brak ze en gaf ze aan zijn discipelen om ze hun. En hij gaf aan de schare bevel op de grond te gaan zitten en hij nam de 7 broden, dankte, brak ze en gaf ze aan zijn discipelen om ze hun voor te zetten. En ze zetten ze voor aan de schare. De tekst belicht drie personages. Jezus, de menigte en de discipelen. De menigte had voedsel nodig. Jezus had voedsel in zijn handen. Hij kon het zelf aan de mensen hebben gegeven, maar hij besloot de discipelen ervoor te kiezen. Probeer je voor te stellen hoe de lichaamsbeweging van de discipelen eruit zag. Ze zouden naar Jezus moeten gaan en de mand met broden en vissen ontvangen, dan zouden ze naar de menigte gaan. Toen de mand leeg was, keerden ze terug naar Christus om meer voedsel te ontvangen, zodat ze meer te verdelen hadden. Dit moet de dynamiek van het christelijke leven zijn. We vullen onszelf in de tegenwoordigheid van Christus en dan gaan we uit om te verspreiden wat we hebben ontvangen. Wanneer we voelen dat we leeg zijn, is het een waarschuwing dat het tijd is om terug te keren naar de voeten van de Heiland.